Het konijn. Konijn is geschreven en geschilderd door Marielle van Woudenberg. Het konijn. Konijn zit op de speelgoedkast in de slaapkamer. Hij heeft een dikke pels die voelt als zacht fluweel. Zijn satijnen oren glimmen een beetje. Konijn heet natuurlijk konijn. Dat lijkt een beetje op het woord koning. Dat klinkt ook zo mooi. Het gezicht van konijn ziet er zo vriendelijk uit dat alle kinderen en speelgoedbeesten hem willen aaien. Bovenop de kast, tussen het andere speelgoed, wacht konijn geduldig op een vriendje of vriendinnetje. Ook deze avond gaat het speelgoed bewegen. Het lijkt alsof ze leven. Iedere avond is het weer een feest. Konijn kijkt om zich heen en zoals iedere avond bewondert hij de mooie kamer van het meisje. Deze is wit geverfd, maar één muur heeft kleine lichtjes achter een sluier van tulle. Door die lampjes lijkt het een sprookjeskamer. Echt prachtig. Het speelgoed speelt vrolijk met elkaar. De poppenkastpoppen rijden in speelgoedautootjes, de Playmobilmannetjes zitten in de draaimolen en de knuffelbeesten hebben pret in de trein. Iedereen heeft plezier, konijn kijkt van een afstandje naar hen. Hij heeft veel lieve vriendinnetjes die hem een dikke knuffel geven, dat wel. Maar konijn durft niet, zoals het andere speelgoed, te spelen. Hij is daar verdrietig over en kijkt naar de anderen. Daar geniet hij wel van, maar hij zou zo graag meedoen. Konijn probeert het wel, maar als hij het muziekdoosje wil openen, valt het kapot op de grond. Als hij in een van de vrachtwagens wil rijden, breekt het deurtje af. Zo zijn er nog veel meer nare voorbeelden, fouten die allemaal echt gebeurd zijn. Hij denkt dat hij niet weet hoe hij moet spelen. Konijn vindt ook dat hij de spelregels niet goed kent. Het knaagt aan hem. Konijn kijkt toe hoe de oplader van de trein werkt of hoe de deurtjes opengaan van de auto's en wil er wat van opsteken. Hij begrijpt wie er voor mag gaan op de smalle kast als de teddyberen de giraffen tegenkomen. Toch gelooft Konijn dat hij niet kan spelen. Dan opeens, uit het niets, vliegt er een prachtige fee voorbij met een glinsterend toverstokje. Zij gaat naast hem zitten om met hem te praten. Haar stem is zo lief en ze luistert vol interesse naar Konijn. Hij is erg van haar onder de indruk. Ze is sierlijk en mooi. Konijn vindt dat ze op Tinkerbell lijkt. Fee wil weten waarom hij niet meespeelt. Hij durft niet te zeggen dat hij verdrietig is. Het is moeilijk voor hem en hij besluit een toneelstukje op te voeren. Ik speel niet zo graag met het speelgoed. Ik vind het leuker om toe te kijken hoe zij genieten, jokt hij. Hij doet een beetje uit de hoogte en vertelt niet eerlijk hoe diep het hem eigenlijk raakt dat hij niet durft mee te spelen. Tranen branden achter zijn ogen, maar hij wil het niet laten merken aan Vee. Hij wil zich liever groot houden en doen alsof er niets aan de hand is. Vee luistert geduldig naar Konijn, naar wat hij vindt, weet, voelt en vooral wat Konijn zelf wil. Uiteindelijk komt het hoge woord er met horten en stoten uit. Konijn vertelt zijn diepste geheim aan Vee. Vee heeft een idee. Lieve konijn, weet je dat iedereen een heleboel mooie helpende handjes in zichzelf heeft? Ze zijn stuk voor stuk prachtig, maar één helpend handje van jou is een beetje gekneusd. Dit helpende handje moet een beetje geholpen worden. Namelijk het helpende handje van geloven in en vertrouwen op jezelf. Dat helpende handje weet dat je het kunt, net zoals je weet dat de zon elke dag opkomt. Trouwens, ik weet nog een kunstje. Het gaat zo, konijn. Sluit je ogen en stel je voor dat je iets doet waar je heel goed in bent. Je ziet de omgeving waar je dit aan het doen bent. Je ziet de dieren of mensen die dicht bij je zijn.
Je hoort wat ze tegen je zeggen en je voelt je goed. Onthoud dit gevoel. Als je je een keertje niet zo sterk voelt, dan roep je dit gevoel in jezelf op en beleef je het opnieuw. Je voelt dan de energie door je lijf stromen, waardoor je die moeilijke taak die je jezelf gesteld hebt, wel aan kunt. Elke keer als je je duim vastpakt en tegelijk aan dat mooie gevoel terugdenkt, krijg je nieuwe energie en kun je beter op jezelf vertrouwen. Dat is jouw helpende handje. Bovendien stel je eens voor dat jij net als ik over alles heen kunt vliegen en een beetje milder naar jezelf kunt kijken. Vraag je dan eens af of de vergissingen echt zo groot zijn en welke tip je hebt voor dat verdrietige konijntje daar op die kast. Het lukt je wel om betrokken en vol aandacht naar je vriendjes te luisteren en hen een tip te geven als zij daarom vragen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat je je eigen vriendje bent. Welke tip zou jij jezelf geven? Zou het je lukken om te lachen over je vergissingen, zoals jij een ander toelacht om zijn of haar misstap? Waarom moet je altijd perfect zijn van jezelf? Wees jezelf en speel met anderen. Koester jouw helpende handje, jouw zelfvertrouwen. Geef het veel aandacht en streel het elke dag. Het geeft je de zekerheid dat je sterker bent dan je zelf denkt. Mag ik op je nek klimmen, konijn? Dan gaan we samen met het andere speelgoed spelen. Kijk, zie je hoe ze hoopvol op je staan te wachten? Kom, we gaan, konijn. Vee klimt op de rug van konijn om hem te helpen bij het spelen met het andere speelgoed. Ik ben trots op je, konijn, roept Vee naar hem. Maar konijn gaat zo in zijn spel op dat hij haar niet meer hoort.